Het is nog steeds het hoogtepunt in de carrière van Jelle Klaassen. Jelle Klaassen wint Lakeside 2006! Sindsdien is er veel gebeurd in het leven van de Brabander. Waaronder een faillissement. Bij het WK wil Klaassen weer ouderwets voor de prijzen gaan en dus is er nog niks af in zijn nieuwe huis in Goor. Behalve de dartkamer. Ik kan even goed gooien als Taylor, alleen ik hou het niet zo lang vol. Ik kan één wedstrijd super gooien en die wedstrijd daarna kan wat minder zijn. Taylor die kan het keer op keer op keer op keer. En daar moet je hard aan trainen om die constantheid te krijgen. En er zijn wel honderden mensen die zo goed kunnen gooien als Taylor of misschien nog wat beter. Alleen het mentale aspect van het concentreren, daar is hij gewoon veel maar beter dan de rest. De Jelle Klaassen van vroeger is niet meer de Jelle Klaassen van nu. Zo heeft de darter tegenwoordig een andere bijnaam. De Matador, dat was mijn naam en dat vanaf het begin af aan vond ik dat al niks. Maar dat is een naam die je krijgt, dus die hou je. En ik heb heel veel mensen gevraagd of ze een nieuwe naam voor mij konden verzinnen. En bij de PDC zelf kwamen ze met de Cobra. En ja, ik vond het wel leuk klinken. Cobra Klaassen klinkt goed. En ook de manier van gooien is niet meer zoals het was. Na 2-3 weken echt 4-5 sessies per dag trainen, toen begon het een beetje automatisch te gaan, die worp. En op een gegeven moment toen voelde het steeds beter en beter en ging ik ook steeds beter gooien. En ja, in de tijd van de video haalde ik gemiddeld van 90-91 als ik goed gooide op tv. En met deze worp haalde ik al gemiddeld van 104-105 op tv. En dat moet er uiteindelijk toe leiden dat Klaassen bij het WK van volgende week weer eens een titel pakt op een groot toernooi. Dat zou heel erg mooi zijn. Ze zeggen altijd 7 mindere jaren dan 7 goede jaren. Dus laat die 7 goede jaren nu maar komen.